Hoe ging het, de troostfinale? Nou, niet helemaal zoals we hem hadden gehoopt. Ik denk dat we op zich redelijk weerstand hebben geboden. Maar ja, uiteindelijk was het niet genoeg om de Duitsers het echt heel moeilijk te maken. Dus daar balen we toch stiekem wel een beetje van. Maar ik denk dat het behalen van de zondag al de prestatie op zich was. Ja, dat was al echt al heel uniek. En in eerste instantie waren we... We haalden de 9e top 10 resultaat. Toen kwamen we in de kwartfinale terecht. Toen dachten we, nou winnen we die ook. Maar stonden we in één keer in de halve finale. Dat was onze beste prestatie tot nu toe ooit voor ons beiden. En samen. Dus ja, het kon eigenlijk al niet meer stuk. Maar goed, je bent natuurlijk een topsporter. En als je dan staat, dan wil je natuurlijk ook gewoon winnen. En ja, daarom nog wel een klein beetje teleurstelling dat we het niet met een medaille hebben kunnen afsluiten. Maar goed. Hoe heb je de afgelopen 6 dagen beleefd? Heel erg genoten. Het was echt, het is gewoon echt genieten om je eigen land. Ik bedoel, ik woon hier om de hoek. Allemaal bekende, super organisatie. Het ligt er zo mooi bij. Het Center Court, lekker sfeertje, lekker muziek. Lekker Nederlandse fans. Het is echt heel erg genieten. En ook heel hard werken natuurlijk, want ik bedoel, iedere wedstrijd is gewoon echt weer een battle. Gewoon heel erg up en down, want je komt de pool door. Nou, dat is netjes. Vervolgens winnen we gewoon 2 hele belangrijke wedstrijden. Zijn we door het dolle heen. Je bent heel erg blij met wat je al bereikt hebt, maar je moet ook weer de knop omzetten, want er zijn nog gewoon nog meer wedstrijden. Dus heen en weer geslingerd tussen blijheid en dan weer teleurstelling dat je toch weer die halve verliest en nu 3-4 verliest. Maar ja, over het algemeen overheerst wel echt trots en gewoon genieten. Jullie zijn ook van C naar A gegaan. Van C naar A? Ja, status. We eigenlijk van geen naar A. Ja, we hadden eigenlijk, waren ze redelijk statusloos. En door inderdaad de kwartfinale te bereiken, hebben we NOC-NSF-status, dus de A-status behaald. Wat inhoudt dat we gewoon... iedere maand in ieder geval een soort van salaris hebben, waardoor we ons daar echt niet meer druk over hoeven te maken. En ons volledig kunnen focussen op de sport. Dat is wel heel erg lekker. Dat was een hele grote opluchting. Dus ik denk ook de ontlading was misschien nog wel groter na het behalen van de kwartfinale dan na het winnen van de kwartfinale. Dus dat was echt een hele mooie bijkomstigheid bij een hele mooie week. Is dat nou het belangrijkste van deze week geweest? Nee, het is niet het belangrijkste. Het is wel iets wat je leven als sporter gewoon heel erg veel makkelijker maakt. En gewoon rustiger, omdat je gewoon weet, financieel zit je goed, hoef je daar niet druk over te maken. Je kunt je echt focussen op je sport. Maar ik denk echt de bevestiging dat we gewoon nu, dat we gewoon een halve finale hebben gehad. Dat we gewoon bij de beste 4 teams van dit toernooi en gewoon mondiaal, dat we echt meedoen. Dat teams echt rekening met ons moeten houden. Die bevestiging en het vertrouwen wat we daar denk ik van krijgen, dat is echt het allerbelangrijkste.